Is hij goed genoeg al voor het Nederlands elftal? Of zeg je, hij mag nog een stapje erbij doen? Je bent al sowieso enthousiast volgens mij over zijn werkvermogen, toch? Dat dat beter is geworden? Nou ja, soms denk je dat hij minder loopt als een andere speler. Maar in alle statistieken staat hij altijd heel hoog qua meters, afgelegde meters in een wedstrijd. Ja. En aan de bal heeft hij natuurlijk meer waarde. Soms is er wel eens een twijfel, ook wel eens bij mij geweest, op het moment dat je met drie middenvelden speelt en box-to-box player. Maar aan de bal is hij geweldig. En heeft hij al, daar gaat het eigenlijk niet om. Want iedere bal die hij heeft, die hij afspeelt, is gewoon altijd met een idee en is goed. Maar soms heb je wel eens problemen met hem, dat hij dan overlopen wordt op het middenveld. Ja. Maar nogmaals, hij is bij het Nederlands elftal. En hij maakt kans om te spelen. Maar Ronald, jij hebt toch zelf gezegd dat je hem niet op het middenveld ziet met Frenkie de Jong? Nou, het probleem is dat hij rechts speelt dan. En bij zijn club speelt hij altijd links. Ja. Dus in principe, en dat heb ik hem ook, dat zei Joey, zei dat ook in de media. En dat klopt ook. Als Frenkie de Jong fit is, speelt Frenkie de Jong links op het middenveld. Ja, ja. Hm. Okay, maar bij dus PSV slaan ze hem niet over, hè? Hij is altijd aanspeelbaar. Ja. Daar begint het in principe altijd bij. Maar dus als Frenkie de Jong speelt, dan speelt hij dus niet. Dat is gewoon een zekerheid. Daar kun je vanuit. Nou, het is jammer dat we ook met name in die interlands in maart, dat we eigenlijk gedurende de hele periode altijd geblesseerde spelers hebben gehad. Ja. Dus ik heb eigenlijk nooit Frenkie de Jong gehad om te kijken in een oefenwedstrijd, of met Joey naast hem, of met Reinders, of met Schouten, et cetera, et cetera. En dat is jammer. Want ik had ook graag een keer een Van de Ven in het centrum achterin willen opstellen, in met name oefenwedstrijden. En dat is helaas niet, heeft dat niet kunnen gebeuren. Moet hij Van de Ven ook links gebruiken? Kan ook linksback spelen, ja. Maar moet hij niveau hoger gaan spelen, Veerman, denk je, om nog een stap te maken nu op dit moment? Nou, ik denk dat hij voor zichzelf, je moet, denk ik, als speler, en dat is gewoon algemeen, en dat voelde ik zelf altijd, je moet wel uitdagingen in je carrière als speler hebben. En ik vind dat hij zo goed is voor Nederland, en ik wil hem graag waar dan ook in Spanje of Italië of Duitsland of Engeland zien op het middenveld. Want dan, dat is qua alles het hoogste. Zou hij dus dit jaar wel moeten gaan doen? Dus het komende seizoen zou hij dat eigenlijk wel moeten gaan doen? Ja, ik denk dat hij in allerlei opzichten klaar is voor een stap te maken naar het buitenland. Ja.